De tweede vraag die ik wens te beantwoorden is, als we vasthouden aan die 20 miljoen liter, zijn er investeerders bereid om hier te komen en te investeren? Het antwoord is nee, omdat het niet interessant wordt. Bovendien, de uitbreiding betreft ook de lokale markt, voorzitter. En ook daar gaat het om gemiste opportunities. Meer inkomsten voor de staat, zoals ik eerder aangaf, in de vorm van accijnzen, maar ook meer inkomsten in de vorm van winstbelasting. Als er investeerders hier komen en produceren en dat op een degelijke manier doen en winst behalen, dan gaan ze daar belasting over moeten betalen, naast de andere belastingen, voorzitter. En ook werkgelegenheid, hoe minimaal die ook mogen zijn. Ik kan dat niet inschatten. Wij weten dat er op zijn minst één investeerder hier wenst te investeren. En of het nou om 20 of 30 of 40 of 100 meer arbeidsplaatsen gaat, het gaat om meer dan nul, voorzitter. Want als hij wegblijft, dan hebben we die arbeidsplaatsen ook niet. Dus, voorzitter, in principe heb ik met de opbouw van mijn redenering de meeste vragen beantwoord. Maar nogmaals, het gaat bij mij om gemiste opbrengsten als wij deze aanpassing niet plegen. Voorzitter, ik constateer gelukkig dat we het snel eens zijn over de tweede aanpassing, en dat is overstappen van hectoliter naar liter. Tenzij ik me vergis, en ik ben daar blij om, omdat ik denk dat dat ook makkelijker werken is. Met liters werken en een tarief per liter vaststellen. Voorzitter, dan is dus genoemd de kwestie van investeerders die hier komen. En zoals ik eerder aangaf, elke investeerder brengt iets mee. En natuurlijk ben ik het ermee eens dat we voorzichtig zijn en investeerders goed moeten beoordelen. Maar laten we ook goed vaststellen wat het risico is voor Suriname. Want ik heb tenminste één lid van u een opmerking horen maken over een investeerder. Maar ik heb niet gehoord welk risico Suriname daarmee loopt. In mijn optiek niets. Voorzitter, behalve dat wanneer het goed gaat, dat we enorm veel voordelen zouden hebben of gaan hebben. En wanneer investeerders hier komen om bedrijven, fabrieken op te zetten, in dit concreet geval een brouwerij op te zetten om te exporteren, dan lijkt het me dat we dat alleen maar kunnen toejuichen. Want ik denk dat daarmee ook een stukje deviezen Suriname binnengebracht wordt. Voorzitter, er is ook, dus nogmaals, ik denk dat in de redenering die ik gevolgd heb, dat ik de vragen over de gemiste opbrengsten en de threshold van 200.000 hectoliter naar 20 miljoen liter naar 50 miljoen liter, dat ik daarmee de vragen beantwoord heb. De vraag, moet het 50 miljoen zijn? Er is een vergelijking gemaakt door uw geachte lid Permisser van wat gangbaar is in verschillende landen, voorzitter. En ik kan daar deels in meegaan.
Maar in die vergelijking moeten we ook kijken hoe die landen ontwikkeld zijn. Want wij hebben maar één brouwerij, we hadden er twee. In die landen, met een veel grotere populatie, heb je ook veel meer brouwerijen. En een brouwerij van 200.000 hectoliter is daar bijna een hobbyist.